Het tumultueuze pad van zanger Korde en zijn uitgebreide gezin blijft de gemoederen beroeren, zo kon een verslaggever van het weekblad Story onlangs vaststellen tijdens de veelbesproken presentatie van zijn nieuwste album, getiteld 'Album van mijn Leven'. Opmerkelijk was het feit dat enkel de oudste zus, Maria, aanwezig was bij dit muzikale evenement, wat eens de meer de verdeeldheid binnen de familie in de schijnwerpers plaatste. Opvallend genoeg was er in 2019 een poging tot verzoening tussen de broers en zussen, die volgde op het droevige overlijden van hun zus Lydia. Een trieste gebeurtenis die tijdelijk als katalysator diende voor hersteld contact. Marja laat echter weten, maar ja, dan moet er eerst iemand doodgaan. Een cynische nood die de fragiliteit van de familia banden benadrukt. Helaas bleek deze hernieuwde verbondenheid slechts van korte duur, want slechts een half jaar later gooide nieuwe strubbelingen roet in het eten. Waardoor het contact opnieuw verbroken werd. Een cyclisch patroon van hereniging en breuk dat volgens Marja betreurenswaardig is. Niettemin benadrukt Marja dat de liefde voor al haar broers en zussen onverminderd aanwezig is. Ze erkent echter ook dat sommigen van hen bewust kiezen voor minder contact met de familie, een keuze die ze respecteert. De complexiteit van familiebanden, doorspekt met emoties, verschillen en persoonlijke keuzes, vormt een intrigerend schouwspel waarbij de dynamiek constant in beweging lijkt te zijn. De voortdurende wisselwerking tussen liefde en afstand, verzoening en breuk werpt vragen op over de diepere oorzaken van de familiale verdeeldheid. Het lijkt een verhaal te zijn dat zich blijft ontvouwen, met elk hoofdstuk dat nieuwe inzichten biedt in de complexiteit van menselijke relaties, zelfs binnen bloedverwantschap.